Hier is Business Club Radio. Live vanuit Cultura in Ede. Voor ondernemers, door ondernemers. En vanavond met Geert van der Landen van Rising Star Partners uit Driebergen. Goedenavond, dames en heren. We hebben vanavond als gast Geert van der Landen. En Geert is iemand die al jarenlang in de hele business development wereld van Nederland, van een grote consultingorganisatie, gaan we straks even horen. Maar ik ben blij dat hij hier is en hij gaat ook van allerlei dingen leuk vertellen over groeiers en zo. Geert, kun jij jezelf eens voorstellen? Goedenavond. Ja, goedenavond Jan. Dank je voor de introductie. Ik ben Geert van der Landen, ik ben 50 jaar, ik ben getrouwd. Ik heb 3 hele lieve kinderen en een vrouw, die ook heel lief is. Ik woon in Driebergen inderdaad. Ik heb een bedrijfseconomische achtergrond. En ja, eigenlijk wat jij net al zei, jarenlang in business development voor grote organisaties gewerkt. De laatste 6 jaar voor Ernst & Young. En momenteel ondernemer geworden en ik met Rising Star Partners. Ja. En ja. Sinds wanneer ben jij daarmee gestart? September 2014, Jan. Kijk, dus dat is redelijk recent. Dus ja. Dan zeg maar, ben je echt een starter. Klopt. Aan de andere kant ben jij natuurlijk jarenlang zeg maar in de consultingbranche bezig geweest. Dus zeg maar de hele adviespraktijk weet je natuurlijk alles vanaf. Ja, ik heb zeg maar alle soorten en maten gezien in de wereld, zoals ze. Ja. En ook in het bijzonder in Nederland, van groot tot klein. Ja, daar ben ik wel redelijk in thuis. Wat heb jij voor een achtergrond? Ja, wat ik al zeg, een bedrijfseconomische achtergrond, marketing en financiering. Dat zijn mijn, daar ben ik in afgestudeerd. Mm-hmm. Ook in het buitenland nog geweest, op universiteit gezeten. En ja, toen aan de slag gegaan. Ja. En je hebt de laatste maanden, zeg maar, jezelf bezighouden met het kunnen opzetten van je eigen nieuwe bedrijf. Ja. En wat ga je daarmee doen? Wat ik ga doen is ook groeien. Maar in eerste instantie ga ik gewoon kwaliteit leveren voor klanten. En ik help eigenlijk ondernemers die in de groeifase komen. Mm-hmm. Dus die eerste fase hebben overleefd, zoals het mooi heet. En die door moeten groeien en die groeiplannen hebben en die ook groeipotentie hebben. Dus groeiers is jouw targetgebied? Ja, klopt. MKB-ondernemers die zeg maar in welke fase zitten? Hoe groot zijn die dan? Nou, dat varieert nogal. Dat hangt een beetje van de sector af. Maar dat kan kunnen een paar mensen zijn, maar het kan ook al een bedrijf zijn met 15, 20 of 50 man. Ja. Iedereen die gewoon goede plannen heeft, maar zich afvraagt of hij het wel goed doet. Mm-hmm. Of hij de goede keuzes maakt, of hij de goede proposities heeft voor goede klanten. En ook het juiste businessmodel, want dat is tegenwoordig erg belangrijk. Dat ze dat hebben, daar kijk absoluut. Jij absoluut naar. Verdienmodellen verdwijnen, komen, gaan, veranderen. Ja, de hele wereld staat toch wel redelijk scherp. Ja. Ja. Alles verandert op dit moment. En juist in die veranderende wereld zijn veel kansen. En daar help ik ondernemers bij. Ja. Het leuke is dat wij ook samen wat, zeg maar, samen hobbyen. Hè? Klopt. Om het zomaar voorzichtig te zeggen. We gaan daar zo verder over nadenken, of over praten. Je hebt een prachtige muzieklijst meegenomen. Dankjewel. En dat wil zeggen dat ik het ook erg mooi vind. We gaan meteen maar naar de eerste luisteren. Hier zijn wat favorieten van mij. The Beatles met Let It Be.